Boerenzakdoeken, mensen gekleed als boer en bezoekers die struinen over een markt. Dit moet Vlegeldag Bennekom zijn. Als vast onderdeel van de Heideweek werd ook dit jaar Vlegeldag Bennekom gehouden. De Vlegeldag is eigenlijk het traditionele oogstfeest van Bennekom. Dit jaar zijn we voor de 39ste keer. En eigenlijk vieren we daarmee dat we een beetje de oude gebruiken van oogsten, van landbouw, in ere willen houden, in stand willen houden. En ook zorgen dat het enigszins voor het nageslacht bewaard blijft. Ja, heeft dit ook nog iets met de Heideweek te maken? Nou ja, het is een onderdeel van de Heideweek. Net zoals de Oud-Lunterse Dag en zo zijn er meer dagen in de omgeving. Het is in de midden van de Heideweek. Maar voor de rest is het helemaal op zichzelf staand geheel. Ja. Je ziet op de Vlegeldag veel echt een boerenuiterlijk. Waarom is dat? Nou ja, goed. Zoals ik al zei, oogsten, landbouw. Dus iedereen probeert zoveel mogelijk uit te dossen in wat men vroeger als boer en boerin droeg. En dat zie je dan ook in de boerenkiel en de rokken en dergelijke. Ja, ja, dat is echt uit vroeger. Heeft alles een oud thema op de Vlegeldag? Voor een heel groot deel wel. Alhoewel, we hebben nog een hele grote Vlegelmarkt, noemen we dat, een braderie. En daar zit heel veel moderne stukken in. En we hebben een fantastisch muziekprogramma waarin de nieuwste van het nieuwste ook van zich laten horen. Je hebt ook de Oud-Ambacht. Ik heb een beetje het gevoel dat dit echt het middelpunt is van de Vlegeldag. Klopt dat? Nou, weet je, we hebben meerdere middelpunten. Dat kan natuurlijk niet, maar we hebben meerdere middelpunten op Vlegeldag. Oude Ambacht is wel een heel belangrijk gebeuren. We zitten nu op een andere, wat centralere plek, het Bart van Elsplantsoen hier. En het is ook behoorlijk uitgebreid. En het wordt ook druk bezocht en we hebben een heleboel verschillende oude ambachten bij elkaar. Wat zijn ze hier achter me precies aan het doen? Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk. Dat is nog de oude ambacht is dat, het vlegelen. En het vlegelen, dat wil zeggen dat je het koren, dus het zaad, uit de aren moet slaan. En dat werd vroeger met de hand gedaan. En tegenwoordig gebeurt dat met een machine. Ja, dus vroeger werd dat met de hand gedaan. Was dat intensief werk? Ja, dat was heel intensief werk. Daar stonden ze hele dagen met man en macht stonden ze daar op de deel. Zoals dat heette, bij de boerderij. Had je dus de deel. En als dan het koren rijp was, dan werd dat gemaaid. En dan moest dat gedorst worden. En dan stond de hele familie, stonden ze dan elke dag, dag in dag uit, te vlegelen. Heeft u dat zelf ook gedaan of is dat een ver er terug? Ik doe het hier bij de traphakkers. En ik heb het vroeger niet zelf gedaan, nee. Nee, maar nu doet u het nog wel? Ja, dat is hobby, hè. De traphakkers van de stichting De Traphakkers in Ede. En die houden demonstraties. En demonstraties van het vlegelen. Maar we laten ook zien wat er dan vervolgens mee gebeurt. Dat zie je dus hier ook. We laten ook zien aan de mensen van als je het eenmaal gevlegeld hebt en je hebt het zaad. Dan kun je dat weer tot meel malen. Wat bent u aan het doen? Ik ben met frieshoutsnijwerk bezig. En wat is dat precies? Wat is dat precies? Je begint met een plankje. Glad schuren. Je patroon erop uitsnijden, in elkaar zetten, lakken en dan heb je een voorwerp. Je kunt van alles en nog wat ermee. Het wordt van lindenhout gemaakt. Alles wat hier is gemaakt, is dat door jezelf en door je partner? Ik weet niet of het een man is. Nee, dat is niet mijn man. Dat is gewoon een collega uit de vereniging. Ja, hebben jullie dat allemaal zelf gemaakt? Wij hebben dit gebeurd allemaal door onszelf. Ja. Dan ben je wel heel veel tijd kwijt. Het is een hobby. Ik heb ook nog een fulltime baan, dus de tijd die ik overhoud daarnaast, ga ik zitten houtsnijden. Ja, het is volgens mij wel heel ontspannend. Daar ben je zeker mee. Je bent met je hout bezig en met verder niks. En zo groot als dat je plank is, is je werkruimte, zeg maar. Dus het ligt gewoon op de eettafel bij mij. En ik doe het met een Stanley mes. Meer gereedschap heb je niet nodig.